De voorzitter van de Partij Alhoer, Paul Somaharjo, was een van de participanten aan de tweedaagse evaluatieworkshop van het Onafhankelijk Kiesbureau en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Onze nieuwsdienst sprak hem na afloop van de meeting. We zijn hier op Overbridge, waar er een tweedaagse workshop door het OKB en het Ministerie van Binnenlandse Zaken is georganiseerd. En we zien dat ook de voorzitter van de PL, de heer Somaharjo, hier aanwezig is. Hoe heeft u deze workshop ervaren? Nou, bijzonder goed. Het is voor ons een ervaringrijke. De transparantie is duidelijk naar voren gekomen. En dat stellen we bijzonder op prijs. Want ja, vooral, het is mijn laatste ronde, heb ik gezegd. En het moet goed afgerond worden. En ik hoop dat het zo blijft. Krijgt u hiermee de garantie dat er eerlijke en transparante verkiezingen georganiseerd zullen worden? Daar moeten wij samen naartoe werken. Kijk, de garantie, niets is gegarandeerd. We hebben over alles gesproken, we hebben over de terugroepwet gesproken, we hebben over de oproepingsschade gesproken, ook kaarten die bij bezorgd worden en niet naar de stembus zijn gegaan. Die moeten we, het is alles besproken en ja, het is, nu hebben wij ook getekend dat we akkoord gaan. We hopen dat alle actoren hiermee rekening houden. Want altijd wordt vooral door de oppositie geroepen, niet betrouwbaar, geen garantie voor eerlijke verkiezingen. Daarom vraag ik, wordt hiermee dus dat wantrouwen weggemaakt? We hebben het ook aangehaald. We hebben ook aangehaald, we weten, het kan niet zo zijn. Dat weet een OKB, onafhankelijk kiesbureau. Ja, net als je gaat voetballen, is een referee. En wanneer een goal, een bal gescoord wordt, dat gaat de referee in de lucht springen. Dat is nooit de bedoeling. Het zal nooit de bedoeling zijn dat na de verkiezing die persoon voorgedragen wordt tot vicepresident of tot president. Ja, dus we hebben erover gesproken. En dat is een kwestie van check and balance. PL-voorzitter Somaharjo die de tweedaagse evaluatieworkshop positief heeft ervaren. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het organiseren van verkiezingen dat politieke organisaties in zo'n vroeg stadium erbij betrokken zijn. Toch zegt Somaharjo dat de vinger op de pols gehouden moet worden. De workshop is gehouden op Overbridge.